Oeh, kijk eens. We zijn er weer met een nieuwe GTA 5. Oh, moet ik toch nog uit de oplader doen. Anders, ja, zal die niet doen, maar welkom. Ik zit er toch nog bij en we zijn er weer met een nieuwe GTA 5. We gaan weer een paar minuten spelen. Ik denk dat we weer 11 minuten gaan spelen. Dit heb je Trevor Phillips. Kijk eens, ik had niet verwacht dat ik ook nog hier zal zijn. Want ik had al in oktober, had de november, voel ik me gelijk verraden door Santi en ik wilde weg omdat Santi mij had verraden. Dus ik had toen al gelijk het idee van, nee, ik ga niet meer met die verraders meer hier komen. Maar ja, het is ook zo ruzie, ook met Jan Bluisklont, hoofd schrijft niet meer goed, met dat moordonderzoek naar Bram van der Klucht. Ik denk gewoon dat hij gewoon vermoord is, dat over en uit. De corona is gewoon puur toeval, hij is gewoon... vermoord, 100% zeker dat het is gebeurd. Oké, zijn we hier. Trekking heeft een korte broek aan. Kan op de motor stappen. We hebben het spel afgespeeld. Donderdag kwam aflevering 103 na een lange tijd. En nu ook GTA 5 voorlopig stil ligt. Kan ik geen GTA 5 aan spelen. Ik mis het wel hoor, GTA 5 thuis. Maar alleen omdat Chris aan het geblokkeerd heb. Ja, maar het komt hoogstwaarschijnlijk niet goed tussen mij en die vent van elkaar. Maar ik zal die vent van elkaar weer altijd halen. Er moet gewoon nog een onderzoek worden gestart. En ik dreig misschien naar de rechter te gaan stappen kijken. Want ik ben er echt emotioneel over. Want of ik er nou een bijzonder toeval vind of niet. En hoe is het dan mogelijk dat dan dit seizoen wel moet afgemaakt worden? Terwijl ik eigenlijk denk het seizoen is nieuw. Dus dan hoort die helemaal niet afgemaakt te worden. Daarom begint ook een onderzoek naar te komen. Want waarom is het vorige seizoen dan wel stilgelegd? Snap ik niet. Ja, maar hoogstwaarschijnlijk heeft dat gewoon te maken omdat de besmettingen hoger waren. Dus ja, met de voetbal dan. Maar waarom vonden ze het dan zo te vaak? Want er werd aan het begin helemaal niet eens gemeld dat er wat aan de hand was. Maar ja, kijk, ik heb nu alles al gedaan. Het blijft echt een mysterie. Waarom het vorige seizoen niet is afgemaakt, maar het afgelopen seizoen wel. Dat blijft echt een groot raadsel. Ik denk echt dat met die aflas te maken hebben, want zonder die aflas was het zeker stilgelegd. Weet ik zeker, maar het slaat echt totaal nergens op. Gaat geen wedstrijden aflassen zonder andere reden met de corona erbij. Het slaat helemaal nergens op. En daarom ben ik nog steeds pissig over die vent. Ik denk echt dat die Bram van Vlucht heeft vermoord, weet ik zeker. En ik denk dat ik wel naar de rechter wil stappen. Over dat gedoe. Want, het kan gewoon geen puur toeval zijn. Na aardstaartjes vorig jaar, dat heb ik toen al verteld, sesam staan poppen. Ik weet niet meer welke volgend was, maar ik denk dat jullie het nog weten. Begin 2020 was voor de corona en dat voordat het EK en de Olympische Spelen werden verplaatst. Dat was 2 maanden voor de corona was dat. Dan heb ik al gelijk gezegd, aardstaartjes overleden en een maand later kwamen die afgewassen. Wegens Storm Kira, maar een jaar later gebeurt het weer. En Bram van Vlucht is toen ook overleden. Ook een acteur notabene. Dus ik denk dat het gewoon puur toeval met elkaar te maken heeft. Dus ja, dus ik ben nog steeds niet pissig over. Dus dit zal een hoofdstuk niet nog opkomen. En ja, ik weet niet of het onderzoek is, maar ik ga denk ik op onderzoek uit. Want of ik het toeval vind, ik denk dat ik echt toeval vind. Want er moet een reden erachter zijn. Is Bram van Vlucht dan expres vermoord? Of had Jan Bluis het gevoel van, ik moet weer afgelassingen gaan doen? Maar dat zit ik zo te betwijfelen. Ik weet het echt niet. Ik heb toch zo'n gevoel dat hij toch... Maar ja, hoogstwaarschijnlijk... Als ik die vent gelijk zie, dan ben ik gewoon boos op hem. Dan sla ik hem gelijk. Ik ga hem gelijk in elkaar. Dat weet ik wel zeker. Dit zal een hoogstwaarschijnlijk niet meer goed komen. Maar waar gaan we eigenlijk heen? Dat is een grote vraag. Oh ja, we gaan naar die dingen toe. Want ik heb wat flink geld gekregen. Maar in ieder geval wil ik dus zeggen dat ik wil naar de rechter toe stappen. Over die situatie van waarom ik denk dat toeval is. Ik vind het niet toeval dat hij 2 maanden daarvoor had gezegd. Ik ga
dood erop volgt. Nee. Wat ik het meer toeval vind, een aardstaartje is weer een afgelassen nu. Is weer een acteur dood en weer een afgelassen nu. Dus het is gewoon puur toeval. Dus over die situatie ook echt heel gek in mijn hoofd. Er moet gewoon een reden erachter zijn. Het kan gewoon niet. Vroeger mochten alle, voordat we er geen corona hadden, werden alle Eredivisie afgemaakt. Omdat we geen corona hadden, alles was op de oud. Het werd zo'n 1920 stilgelegd, omdat het afbeeld van niemand was en die corona niet kwam. Dus waarom heb je dan dit zo niet stilgelegd? Het is onvoorstelbaar. Ook daar ben ik flink pissig over. Want het seizoen dat absoluut niet afgemaakt moet worden. Oké. Okay. Je moet er een reden achter zitten, denk ik. Zal ik mij vast? Dat is een goed idee. Want ik heb dan nog van die grep. Maar die grenade heb ik opgemaakt, weet ik echt zeker. Nee, dat waren die sticky bombs. Ik had die grenade, dus had ik er over nog. Laat hem in de reacties weten, kijken alsof jullie het echt toeval vinden. Ik vind het echt toeval. Het kan gewoon niet zijn. Voordat die corona er kwam, was het uitstaansje overleden. Dat was in die Sesamstraat. Dat was een jaar geleden, dat was ook met deze tablet. Toen vertelde ik, een jaar later kwam die afwassing van Aerostorm Kiva. Maar een jaar later is dat deze tablet. Meest van het gesprek onderwerp, omdat er weer een acteur is overleden. Ik dus denk dat hij vermoord is. Ah, daar is een pure auto, die ga ik dus eventjes. Nee, ik kreeg hem gewoon. Ik zal eigenlijk niet met hem. Gaat hij weer soppen? Stap, zoek ik om mijn huis. Ik ga hem nog eentje gooien hoor. Want. Als ik deze alles heb gegooid, dan is de politie al hier. Nou ja. Kijk, en daarom speel ik ook dit spelletje om die vent te voeren. Ik haat hem nog steeds verschrikkelijk. Het zal ook altijd ook blijven. Want wat hij heeft genomen is gewoon verschrikkelijk. Hij gaat gewoon geen acteur vermoorden. En mijn favoriet er ook nog is. Waar ik mee ben opgegroeid. Oh, jongen, jongen, jongen. Ja, ik ben er nog steeds verdrietig over dat het zo moet. Dan hoop ik echt dat er op 6 februari volgend jaar er een nieuwe komt. Dan ben ik ook over dat geheel. Ik weet niet of ik met de motor kan, want aflevering 3 werd uit de motor gediefd. Ik weet niet of ik nog herinner. Maar ik wil zo'n nieuwe ding voorkomen. Dus ik ga, als ze dichterbij me zijn, ga ik deze. Want ik denk daarnet in, die ga ik inschakelen. Oh ja, kijk, ik ga dit inschakelen, want ze zijn heel dichtbij en ik wil voorkomen. Ik wil zo'n scenario uit aflevering 3 wil ik voorkomen. Kijk, ging het bijna niet goed, maar goed. Ik kan het ontsnappen. Een tijdje uit mijn hoofd gezet, omdat ik er echt emotioneel steeds van ben. Hoogstwaarschijnlijk zal het altijd emotioneel zijn. Al wat er in december vorig jaar is gebeurd, 19 december. Oké. We kunnen nog wat gaan kopen, denk ik. Dus mijn batterij is heel belangrijk, maar goed. Oké, wij moeten.
Hey.